erg leuk om weer eens op de feiten gedrukt te worden van wat je van school hebt geleerd. Je leert wat standaard dingen, maar dat zakt een beetje weg. Voor mij was het heel erg het opfrissen van wat je voor regeltjes allemaal hebt gehad. Swim. Strong. Swim. Swim, swim, swim. Sounds Chinese, but I didn't know which one it was. I know. I can tell you didn't know which one it was, yeah. So it's, do you want to do it again for us, or swim? Mijn grammatica is enorm verbeterd. En ook het spreken. Wat ik mijn Engels was redelijk, maar ik kan nu wel zeggen dat het echt een niveautje hoger is. Daar ben ik heel blij mee. Ja. I've got a really good hint for you now. It is not a reaction to something, it is a response or a reply. Okay, that's a really important one, a response or a reaction. It's just, well, you can react to something, but it's like you had a very strange reaction to it. But it's you just mean you're answering somebody. That's all you're supposed to do in here. Ik denk dat het heel enthousiast brengt. En ook leuke verhalen eromheen, waardoor je wat een beetje kan inleven en dan wat je wel en wat je niet moet doen. En ik denk dat hij dat heel goed doet. Because I was in an working in a school in Spain and I had half Dutch and Belgian kids, because I could speak their language, and half British kids. And I said just like Pim, I said, can somebody pass me the perforator? And this little kid from Birmingham put his hand up and he went, excuse me, sir, Mr. Hotchkiss. I went, yeah, what's wrong? We don't call them perforators in England. I think you've been in Holland too long. Oh, right, okay, what do you call them? We call them hole punchers, sir. I don't know, I always remember that with a Birmingham accent. We call them hole punchers. Zijn dat hele praktische oefeningen? Je doet het samen in groepjes. Dus in heel rap tempo, in een paar uur tijd, gaat je Engels er echt op vooruit. Ik denk, oh hé, dat zou eigenlijk anders moeten geschreven worden en dat zou niet kloppen. En ja, je maakt minder snel die fouten. Mijn grammatica was niet goed. Mijn business Engels en dat was eigenlijk ook het doel voor mij, persoonlijke doel. En dat de lessen werden daar ook op aangepast, de oefeningen. En dat heeft echt toe bijgedragen dat mijn Engels nu veel beter is. Ja. Oh, how much is it? And they go like, okay, oh, I've lost my wallet. Oh dear. So, what does it say here? I did not have any money because I had lost my wallet. Good heavens, look where it is. It's on the ground here. What a coincidence. Yeah, right, okay.